Dat waren jullie jeugdprogramma's, meisjes en jongens. En ik weet zeker dat jullie ze heel tof vonden. Wij gaan nu verder, dames en heren, met een programma van de Socialistische Omroep. Goedenavond, beste kijkers, en welkom bij De Som. Vanavond praten we nog even na over de gevolgen van de ommekeer in Oost-Europa. En dat doen we met Willy Klaas, minister van Economische Zaken, Louis Tobak, minister van Binnenlandse Zaken, en Karel van Miert, Europees Commissaris. Heren, welkom in de studio. Inmiddels zijn er in twee van die landen, meer bepaald in Oost-Duitsland en Hongarije, de eerste vrije verkiezingen al achter de rug. Stonden er helemaal in het teken van de Duitse eenmaking. De Oost-Duitse Conservatieve Alliantie, sterk gesteund door bondskanselier Kohl, wint de verkiezingen met de belofte van een erg snelle eenmaking. Die SPD komt op 21,6%, die CDU op 42,9%. De Sociaal-Democratische Partij, de SPD, wordt met 22% de tweede grootste partij. Op de verkiezingsavond had nationaal secretaris Stefan Heelsberg volgend commentaar. Dat hangt vor allen Dingen met de üblen Versprechungen zusammen en met de materiale- en Schlammschlacht, die CDU en CSU betrieben hat. Für sie ging es hier ums Ganze, um die Existenz einer künftigen christdemokratischen Partei in Gesamtdeutschland. Weil die Hochburgen der Sozialdemokratie natürlich auf unserem Gebiet liegen und sie befürchteten sehr, dass sie hier völlig sang- und klanglos untergehen. Sie haben viel, viel mehr versprochen, als haltbar ist. Und die Menschen in diesem Lande, die das nicht verifizieren können, schlechterdings mussten das Vertrauen pro forma abgeben. Es ist deutlich, dass hier ein Bundestag vor allen Dingen mehr als Kohl gewählt wurde, als die eigene CDU. Ich hoffe sehr, dat die Enttäuschung über dieses Wahlergebnis oder über die daraus folgende Politik nicht zu groß wird. Gestemd op 25 maart en 8 april. Het kiesysteem was er trouwens erg ingewikkeld met drie verschillende manieren om een zetel te bekomen. Misschien een van de oorzaken van het mindere enthousiasme. Voor de tweede ronde kwam slechts 45% van de kiezers opdagen. De Conservatieve Alliantie, Democratisch Forum, behaalde 42% en samen met twee kleinere partijen een meerderheid in het parlement. De twee liberale partijen werden de tweede politieke kracht met samen 29%.
Ja, Louis Tobak, twee verkiezingen achter de rug, tweemaal een overwinning voor conservatieve partijen. Is er nog een toekomst voor de sociaaldemocratie in Oost-Europa? Wat ten eerste zo verbazend moet die overwinning voor conservatieve partijen niet zijn. Mensen denken dat ze van het ene uiterste nu naar het andere gaan. Dus eigenlijk is het een beetje een begrijpelijke reflex. Ten tweede, de vraag is niet of er een toekomst is. De vraag is of er nood is aan sociaaldemocratie. En ik denk dat ondertussen de Oost-Duitsers al een beetje begrepen hebben dat een democratisch regime ongetwijfeld noodzakelijk is en zijn voordelen heeft, maar dat je daar kunt het slachtoffer worden van loze verkiezingsbeloften. Ze hebben zich tenslotte in grote mate laten lijmen door een van de meest doorzichtige trucs die men kon toepassen, namelijk die één voor één, namelijk één Deutschmark voor één Oostmark. Ondertussen is Kohl daar zwaar op teruggekomen. Ondertussen heeft de Oost-Duitser kennis gemaakt met wat verkiezingsbedrog is. En dus zou ik vandaag al niet meer durven zeggen dat de uitslag nog dezelfde zou zijn. Bedankt voor deze toelichting, daar komen we straks nog even op terug. Maar de organisatie van vrije verkiezingen is natuurlijk niet het enige wat verandert in die landen. Er komt nog wel wat meer bij kijken. Na de verkiezingen volgt de grootste uitdaging voor de landen in Oost-Europa, de aanpassing van de economie. De DDR was het best presterende land in het Oostblok, maar toch heeft het land volgens Business Week 280 miljard dollar, dus 9.800 miljard frank, vers kapitaal nodig. In veel gevallen dateren de installaties van de fabrieken nog van voor de Tweede Wereldoorlog. Waar er al een vernieuwing werd doorgevoerd, zorgde een gebrek aan harde valuta voor een voortdurend tekort aan reserveonderdelen uit het Westen. Veel hooggeschoolde arbeiders vluchten naar de Bondsrepubliek. Er is ook een reusachtig milieuprobleem. Eén trabant zorgt voor meer milieuhinder dan 100 West-Duitse auto's die een katalysator hebben. In Hongarije zijn er gelijkaardige problemen. Bijkomend nadeel daar is de grote buitenlandse schuld. 700 miljard frank voor 10 miljoen inwoners. De inflatie is er nu al begonnen. De communisten hebben in het laatste jaar voor de machtsovername in een paniekreactie goedlopende bedrijven verkocht aan het buitenland, soms voor een prijs van maar de helft van de jaaromzet. De landbouw functioneert nog vrij goed, maar de eis tot teruggave van de grond aan de individuele boeren wordt steeds luider. De sociale gevolgen van de omschakeling van de economie zijn nog niet in te schatten. Reusachtige economische problemen, dan kijk ik even naar Willy Klaas. U bent minister van Economische Zaken in België, maar mocht u nu minister van Economische Zaken zijn in een van die landen, hoe doet men dat eigenlijk praktisch, zo'n totale omschakeling naar een totaal ander soort economie? En vooral, wat zullen de sociale gevolgen zijn voor de mensen daar? Daar is geen antwoord op. Want in heel de geschiedenis is er geen enkel precedent bekend waarbij een centralistisch, dirigistisch en bureaucratisch systeem eigenlijk van vandaag op morgen moet omgetuind worden tot een systeem dat gesteund is op markteconomie. Er is dus geen precedent, er zijn dus geen duidelijke spelregels. Feit is in elk geval dat de opgave enorm zwaar is. Want men mag wel zonder overdrijving stellen dat het vertrekpunt
enorm negatief is. Men vertrekt van een politiek, een financieel-economisch en een ecologisch failliet. Dat is het vertrekpunt. Er ontbreekt zo wat alles. Zelfs de statistieken zijn volkomen vervalst, waardoor men geen juiste vertrekgegevens heeft. Ik geloof in elk geval dat de sociale gevolgen zeer negatief zullen zijn voor de bevolking. Want, om te beginnen, zal de koopkracht enorm dalen. Om verschillende redenen. Men zal in elk geval moeten geleidelijk aan stoppen met het subsidiëren van een serie primaire goederen die men nodig heeft. Van het brood tot de tarieven van openbare dienst. Dus men zal die meer moeten betalen. Maar terzelfde tijd, rekening houdend met een totale afwezigheid aan wat wij noemen productiviteit, zal men door het spel van de concurrentie zeer belangrijke werkloosheid zien ontstaan. Dat betekent een boel mensen die plots zonder inkomen zullen gesteld worden, want er is ook geen enkel systeem vandaag dat sociaal die werklozen zal begeleiden. Dus weer eens geen koopkracht. Dit maar om u te zeggen dat sociaal gesproken vandaag de situatie allesbehalve hartverheffend is. Nu, die landen zullen het wel niet op hun eentje kunnen waarschijnlijk. Kan de Europese gemeenschap, kan een klein land als België daar een rol in spelen in die wederopbouw? Ik denk dat de Europese gemeenschap een primordiale rol te spelen heeft en zij kan dat doen op verschillende manieren. Ten eerste doet zij dat trouwens al met rechtstreekse hulpprogramma's. Voedingshulp, hulp landbouw, ecologische programma's en dergelijke meer. Men is nu op het punt gekomen waarbij een specifieke investeringsbank wordt opgericht, samen met nog andere landen, die dus nieuwe economische initiatieven gaan stimuleren. En wat het belangrijkste is van al, men gaat snel, hoop ik, een serie associatieverdragen met al die landen aangaan, waardoor op een ganse serie terreinen men rechtstreeks zal kunnen gaan samenwerken. Van het economische tot het ecologische, tot het financiële, tot de research, noemt u maar op. Telkens zal de Europese gemeenschap, denk ik, de stimulerende kracht zijn die aan de basis zal liggen van de moderniseringsplannen die absoluut noodwendig zijn in die landen. Ja, een beetje een egoïstische vraag misschien. Hoeveel zal ons dat kosten? Dan denk ik ook even aan de gevolgen van de Duitse hereniging. Ja, dat kun je moeilijk berekenen, want er zijn positieve en negatieve elementen in het spel. Positief voor ons lijkt mij te zijn dat je kennis gaat maken met een totaal nieuwe markt. Met toch 300 miljoen consumenten. Dat is positief. Negatief tot nader order is dat in elk geval door de monetaire unie die in Duitsland gaat ontstaan, de West-Duitse bank belangrijke monetaire massa zal moeten creëren. Dat gaat inflatieverwekkend zijn. En men kan vrezen dat de West-Duitsers die inflatie gaan bestrijden door het geld duurder te maken. En aangezien de Deutschmark een zeer belangrijke munt is, zullen wij verplicht zijn, zo goed als verplicht, van onze interestvoeten deze van de West-Duitsers te laten volgen. Dat betekent geld duurder, minder zin dan om te investeren. Dus om tewerkstelling bij ons te creëren. Minder zin om te bouwen, en noemt u maar op. Dus we zouden wel eens kunnen voor een deflatoire situatie komen indien de Europese gemeenschap er niet in slaagt de West-Duitsers te verplichten van hun politiek van eenmaking, zeker monetair-economisch, te integreren in de eenmakingspolitiek op Europees niveau. Nu, misschien nog even kort iets over de derde wereld, want die dreigt een beetje in de vergeethoek te geraken, hè? Nu alle aandacht naar onze Oost-Europese buren gaat. In de vergeethoek misschien niet, maar feit lijkt mij te zijn dat de vele miljarden EQ of dollar die naar Oost-Europa gaan, alleszins niet naar de ontwikkelingswereld kunnen. En ik zou zeggen dat er eigenlijk maar één oplossing is. Dat is wat de Europese gemeenschap betreft, dat de 12 lidstaten aanvaarden van hun bijdrage aan de gemeenschap te verhogen. Waardoor de hulp die voorzien is voor de derde wereld niet zou verminderen, maar dat er een supplementaire marge zou gecreëerd worden die de gemeenschap toelaat.
inderdaad een politiek aangepast te voeren naar Centraal en naar Oost-Europa.